Goedenavond, het is vrijdag 22 januari. Dit is het STVS-journaal. Investsuur wordt opgeheven. Dit heeft minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aangegeven. In plaats van Investsuur zal Foreign Direct Investment Suriname opereren. Dit instituut zal investeerders een breder pakket met maatregelen aanbieden en zal er ook voor zorgen dat er strengere toetsing komt van investeerders. Dus we hebben een systeem waarbij ze door een drie traps screeningsproces gaan. Ten eerste moeten ze alle informatie verschaffen, hun jaarrekeningen enzovoort, zodat we weten dat we te maken hebben met bona fide bedrijven. Ja. Ten tweede gaan ze door een toetsing wat betreft de ontwikkelingscriteria van het land. We weten waar Suriname naartoe wil in termen van productie, welke sectoren. Dus het moet wel passen binnen de ontwikkelingsfilosofie van het land. En de derde toetsing is het meest belangrijke. Dat heeft te maken met wat we noemen due diligence. In detail nagaan of dit bona fide bedrijven zijn, financieel, qua reputatie, qua ervaring, qua hun performance in andere landen. Zodat we weten dit zijn goede bedrijven. Pas dan geven ze toestemming om verder te praten met lijnministeries of technici enzovoorts. Huidig directeur Ike Antonius is nog niet officieel op de hoogte van de beslissing om Investsuur op te doeken. Wel zijn er gesprekken gevoerd met de ministers van Financiën en BIBIS, waarin de plannen van de regering zijn bekendgemaakt. De Investsuur-directeur heeft enorme uitdagingen gekend om het instituut op rails te brengen, maar het is niet gelukt. Antonius is er content mee dat de regering volgens eigen inzichten het beleid uitstippelt. FDI Suriname valt onder International Business van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een andere pijler is belast met de promotie van Surinaamse producten op de internationale markt. Daarnaast hebben we International Business die gaat twee poten hebben. Eén poot gaat zich bezighouden met export Suriname. Dat is het promoten van het Surinaamse product. Mm-hmm. Meedoen aan tentoonstellingen, internationale beurzen en al dat soort dingen. Mm-hmm. Nieuwe markten opengooien, nieuwe markten zoeken. En ik denk dat we dat met succes kunnen doen als we daarop focussen. En volgens minister Ramdien zullen de twee enige personeelsleden van Investsuur worden overgenomen door het ministerie van BIBIS. Dat is Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.